deze video kan ik met elk monster ruilen in Minecraft. En verkoop ze nieuwe items aan mij. Waarvan niemand wist dat deze monsters hadden. En dit gaan wij natuurlijk testen vandaag. Alleen daarvoor heb ik wel emeralds nodig. En gelukkig krijg ik voor elk duimpje omhoog op deze video 1 emerald. Dus druk er snel op. Oh, ik verveel me echt mega erg. Ik heb namelijk alles al in Minecraft, zoals je misschien wel aan mijn huisje kan zien. Ik heb een village huisje helemaal gemaakt van diamond blokken, goudblokken. Ik heb het drakenhoofd al verzameld. Ik heb hier een goud appeltje natuurlijk, want ik hou van appeltjes. En ja, ik ben de rijkste villager in deze village, kan ik je vertellen. Want kijk maar in mijn ender chest. Ik heb echt mega veel emeralds, zoals je kan zien. Wel gewoon 2 stacks met emeralds en een onzichtbaarheidspotion. Ja, wat ik daarmee wil, weet ik eigenlijk niet. Maar ja, ik kan jullie bewijzen dat dit natuurlijk het rijkste village huisje is. Want dat staat er ook. Hier woont de rijkste villager. En ja, ik ben een villager. Mocht je niet geloven, hier heb je het bewijs. Sinds ik in de village woon, heb ik natuurlijk ook leren praten tegen de villagers. Dus zo kan ik de hele villager taal. Maar wat zijn die poortjes daar achter mij? Die heb ik helemaal niet geplaatst. Hey, doe een kist samen met een emerald in de crafting table. Gooi het item wat je krijgt op een monster of dier. Waar hebben ze het over? Een kist en een emerald in de crafting table? Dat kan helemaal niet. We kunnen het proberen. Ik bedoel, we hebben toch niks anders te doen. Want we zijn al mega rijk. En wat we moesten doen was volgens mij de kisten naast de emerald. Wacht eens even, wat is dit? Klik hier om te craften en wacht eens even, wat hebben we nou weer gekregen? Trading item? Wat houdt dat in? Dus we moeten deze op een monster of een dier gooien. Ik zie daar een iron golem. Ik denk dat we hem daar wel op kunnen gooien, maar wat zal dat dan doen? Meneer de golem, kan ik heel even iets bij je testen? Ik moet namelijk, als het goed is, deze op jou gooien. Wat gebeurt daar? En hoezo rent hij opeens sneller? Meneer de golem, kan ik met je praten nu? Hallo? Maar hetgene in mijn inventory, die heet ook letterlijk trading item. Wil dat dan zeggen dat ik nu met de golem kan ruilen? En ja, dat kan! Ik ben gewoon aan het ruilen met de iron golem zoals je hier kan staan. Hij verkoopt zelf iron voor emeralds. Hij verkoopt allemaal bloemetjes. En hij verkoopt een iron launcher. Staat daar rechte muisknop om te schieten. Oké, die kost 4 emeralds. Laten we die zeker kopen, denk ik dan maar. Dus we kunnen gewoon vandaag met elk dier of monster ruilen als we dit item erop gooien. Dat zou perfect zijn, want dit heb ik nog niet. Ik mag dan wel allemaal diamond blokken hebben en dat soort dingetjes. Maar wacht eens even, wat doet dit ding dan als ik rechter muisknop? Oké. Daar ging mijn diamond huis, denk ik. Wacht eens even. Hoezo ligt er allemaal iron nu op de grond? Dat heb ik helemaal niet gedropt. Wil dat dan zeggen dat ik elke keer als ik rechter muisknop doe, dan wow! Ik schiet allemaal iron af! En elke keer als ik dat doe, krijg ik allemaal iron. Oké. Ik weet alleen niet wat ik met het iron moet, maar dat is heel erg vet. Wat nou als we het gaan testen op jou, meneer de varken? Eens eventjes kijken. We hoeven alleen maar dit item op je te gooien. En als het goed is... En ja, we zijn aan het ruilen met het varken. Hij verkoopt zijn eigen vlees. Hij verkoopt zijn vlees gekookt. En hij verkoopt een varkenszwaard. En er staat daar dat hij food dropt wanneer je hem gebruikt. Voor 4 emeralds. Oké, laten we het varkenszwaard maar gebruiken. Ik vind het nog steeds raar dat het varken zijn eigen vlees verkoopt. En ook gekookt. Dat klopt niet helemaal volgens mij. Maar dat zwaard ziet er mega vet uit. Moet je kijken hoe ik hem vast heb in mijn inventory. Dit is echt zo'n vet zwaard. Oké, maar als we hem dus gebruiken, zouden we eten moeten krijgen. Oké. Elke keer als we dit paard slaan, krijgen we allemaal eten op deze manier. We hebben gewoon allemaal vis gekregen. Appeltjes. Eigen vlees natuurlijk. En zelfs gekookt vlees. En we hebben koekjes gekregen. En ik hou van koekjes. Oké, laten we op zoek gaan naar een ander dier, zoals een kip. We hebben een kippetje gevonden hoor. Oh, kippetje, kom eens hier. Oké, volgens mij is het gelukt. We hebben het item op hem gegooid. Nu moeten we alleen nog met hem ruilen en kijk eens aan. We hebben nu de trades met een chicken. Oftewel met een kip. Hij verkoopt ook zijn eigen vlees en zijn veren. Oh. Ik had ook niet anders verwacht van dit kippetje. En hij verkoopt een parachute. Hou dit vast om te gliden. Oftewel rechtermuisknop om te vliegen. En die kost 4 emeralds. Waarom hebben ze allemaal een geheim item? Het is best wel logisch dat ze natuurlijk kip en veren verkopen. Ik bedoel, wat heeft een kip anders te bieden dan kip en veren? We hebben hier dus een parachute vast. En wow, rechte muisknop om te vliegen. Wow, we kunnen gewoon helemaal vliegen met die parachute.
parachute. Oké, dit is echt heel erg gaaf. Kijk ons dan vliegen. Maar wat nou als we hem loslaten, landen we dan heel erg rustig. Oh! Au, oké, dat moeten we ermee oppassen. Dan val je letterlijk gewoon dood naar beneden. Landen! Oké, perfect. Laten we het gaan testen op mijn schaap. Ik ben heel erg benieuwd wat hij allemaal verkoopt. Kijk eens aan, deze geef aan jou. En dan moeten we alleen nog met je ruilen, dus kijk eens aan. We zijn nu aan het ruilen met een schaap. En hij verkoopt natuurlijk ook zijn eigen vlees en wol. Dat is best wel handig om daarmee een bedje te maken. Maar wat hij ook verkoopt is zijn eigen mond. Namelijk een schapenmond. Sta op gras en klik dan op rechtermuisknop. Oké, laten we dan een schapenmond gaan kopen, denk ik dan maar. Dit zijn zulke aparte items. Maar kijk hoe dit eruit ziet. We hebben gewoon de mond van een schaap vast. We moeten dan op gras staan en rechtermuisknop. En we eten het gras gewoon op daarmee. Oké, dus we kunnen gewoon zelf onze schaapje. En we eten gewoon al het gras op. Oké, dit is wel echt een heel erg leuk item om te testen. We hebben nu bijvoorbeeld allemaal dieren gehad. En een iron golem. Maar wat nou als we gaan wachten tot het avond is. En dat we het dan gaan testen op een creeper en dat soort dingetjes. Op een skeleton. Dat zou pas heel erg vet zijn. Oh, is het al zo laat? Is het al avond geworden? Ik moet gewoon weten wat een creeper verkoopt, oké? Misschien wel een creepergeweer of een explosiekanon? Eerst moeten we maar eens een creeper zien te vinden. We hebben hier een skeleton staan die we kunnen testen. Oké, ik moet alleen zorgen dat ik zeker niet dood ga. Deze moeten we op hem gooien. En dan horen we als het goed is een geluidje als we recht gooien. Eens even kijken, daar. Ja, perfect. Oké, dan moeten we nu zien te ruilen zonder dat hij ons aanvalt. Auw, 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 auw. De skeletons zijn met elkaar aan het vechten, lijkt het wel. Ze hebben geen aandacht meer voor mij. En ik kan nu met hem ruilen. Hij biedt namelijk een boog. Een machineboog. Oké, laten we deze gaan kopen. En testen! Ja, dat kan je krijgen voor mij. Schieten de hele tijd. Oh, nee. We gaan dood. We gaan dood. Rennen. Oké, vliegen. Vliegen, Dennis. Vliegen. Ik heb allemaal pijlen in me. Terug naar de village. Het is de volgende ochtend. En ik had een zwaar gevecht. Zoals je misschien wel ziet. Maar het is ons gelukt. We hebben met een skeleton heel snel kunnen ruilen. Terwijl die ons aanviel. En het heet de machinebow. En wat die doet, hij is heel erg sterk. Hij schiet namelijk mega veel pijlen. Zoals je kan zien. Echt heel erg veel. Wow. Maar we hebben nog één ding niet getest. Namelijk de creeper. En ik hoop dat er nog eentje over is van gisteravond. Ik heb een creeper gevonden daaronder in de boom. Oké, pas op. Wat we hiervoor moeten gebruiken is denk ik de onzichtbaarheidspotion. Zodat hij ons natuurlijk niet ziet. En dan kunnen we het item op hem gaan gooien. Kijk eens aan, perfect. En nu hoeven we alleen maar iets dichterbij in de buurt te komen. Zodat we met hem kunnen ruilen op deze manier. We zijn onzichtbaar. Kijk, we kunnen met hem ruilen om een pickaxe te kopen. Een creeper pickaxe. Rennen! Oké, perfect. We hoeven hem alleen maar te killen, denk ik. En dat doen we met dit zwaard. Oké, dat was de creeper. Maar hij verkocht dus een creeper pickaxe. En kijk hoe dat eruit ziet. En wat hij doet is hij blaast alles op wat we hakken. Alleen hij werkt dus niet op elk blok. En dit kunnen we best wel gaan testen. Wat nou als we dit gaan hakken? Oké. Hij blaast inderdaad alles op hier zo. Wow. Dit is echt mega vet. Dit is echt een mega vette pickaxe. Ik wist niet dat creepers dit bij zich hadden. Dit is echt zo gaaf. Laat in de reacties weten of ik de volgende keer nog meer dieren en monsters moet testen. Doei!